Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Vandaag hadden we boven ons land redelijk wat opklaringen, maar in het zuiden van het land waren de wolken hardnekkiger. En die stroming begint ook wat te kantelen, en dat betekent dat de bewolking in het zuiden terrein gaat winnen. En dat het toch weer wisselvallig wordt. De computer berekent dat ook mooi in de loop van de avond en vannacht trekt er wat regen over het land. Ook morgen overdag is het een wat druilerig weertype met in de loop van de dag in het noorden wel wat opklaringen. Maar in het zuiden blijft een neerslagzone slepen die in de nacht naar donderdag opnieuw over het land trekt als warmtefront. Daarachter begint de wind aan te zwellen, dan trekt er een. Een lage stormlaag door ten noorden van ons land langs. Dat betekent voor donderdag middag en avond in het noorden van het land kans op een echte storm. Dat was in vogelvlucht het weer. Dit zijn de details voor vanavond. In het westen en zuidwesten neemt de bewolking verder toe en wordt zo dik dat er ook wat regen gaat vallen. In de nacht trekt die regen verder over het land. Het is ver van koud, want tot ver in de avond blijven de temperaturen in de buurt van de 10 graden. Komende nacht koelt het dan af naar een graad of 8 als minimum, maar veel kouder zal het zeker niet worden. Voor morgen dan. Een dag die druilerig begint. Met in het noorden in de loop van de dag ook wat opklaringen. En dan blijft het ook wat langer droog. In het midden en vooral in het zuiden kan het inderdaad echt wel druilerig blijven. Een groot deel van de dag. In de ochtend de meeste wind. In de middag is het eventjes wat rustiger. Maar in de nacht, na donderdag en donderdag overdag, zwelt de wind verder aan. In het noordelijk kustgebied kan donderdag een echte storm komen te staan. Een windkracht 9. En in het hele land komen zware tot zeer zware windstoten voor. Dan vrijdag rustiger wat wind betreft. Een paar buien. Het is duidelijk Kouder en misschien dat er een keer een vlok natte sneeuw bij zit bij de neerslag. In het weekende loopt de temperatuur geleidelijk weer op, het blijft wisselvallig, maar de wind speelt wel een minder belangrijke rol. Ja, en dat wisselvallige weer dat houden we ook de periode daarna. Aankomend winterweer kunnen we eigenlijk niet overspreken. We zien uiteraard verder in de termijn de onzekerheid toenemen. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.